Eddy Merckx won vandaag het wereldkampioenschap voor de profs. Het is reeds zijn tweede wereldtitel. De tweede plaats ging naar Felice Gimondi, gevolgd door Cyril Guimard, die het brons pakte. De slachtoffers van de vliegtuigcrash van eergisteren zijn geborgen. Het Britse vliegtuig stortte neer in de West-Vlaamse landbouwgrond in Aarselen. Alle 63 inzittenden kwamen hierbij om. Ze waren op weg van Londen naar Salzburg. Niet alle slachtoffers konden worden geïdentificeerd. In Oost-Pakistan is de situatie nog steeds niet verbeterd. Er is een massale vluchtelingenstroom naar India op gang gekomen. Tijdens deze vluchtelingenstroom, ontstaan door de onafhankelijkheidsstrijd, vielen reeds duizenden slachtoffers. De vluchtelingen hopen nu op een beter lot in India, maar blijken daar niet welkom. Harde beelden uit Oost-Pakistan. Cinema Centra in Antwerpen sluit voorgoed zijn deuren. Het is de zoveelste buurtcinema in Antwerpen. Het schilderij De Liefdesbrief van Johannes Vermeer werd afgelopen nacht gestolen uit het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Het schilderij werd vermoedelijk met een zakmes grof uit het kader gesneden. Hoe de dader geslaagd is in zijn opzet is nog onduidelijk. De politie heeft voorlopig geen enkel spoor van de dader van de kunstroof. Het schilderij heeft een waarde van 260 miljoen frank. Dit is zonder twijfel een van de grootste diefstallen in de kunstwereld ooit. Alsjeblieft. Jij werkt hier nog niet lang, zeker? Nee, 2 dagen. Wat is er aan te zien, jongen? Ik ga even een vod halen. Ligt hier ergens een schot of wat? Wat? Dat er hier ergens een schot of wat? Er is nog steeds geen spoor van de dader van het gestolen schilderij De Liefdesbrief van Vermeer. De verzekeringen noemen de eis van de dader, die zich Tijl van Limburg noemt, absurd. Ze weigeren de 200 miljoen Belgische frank die de dader vraagt in ruil voor het gestolen schilderij te storten. Opmerkelijk is echter dat de dader eist dat dit bedrag gestort wordt ten voordele van de vluchtelingen van Oost-Pakistan, die onder erbarmelijke omstandigheden proberen te overleven. Ook vandaag kwamen er weer mensen op straat om hun sympathie voor de daad van Tijl duidelijk te maken. Op spandoeken staat Leve Tijl te lezen. In Antwerpen is een tram in een café ingereden. Tram 7, rekening. Fantastisch, zeg. En Tijl van Limburg, zeg. Eindelijk is iemand die er iets doet. Zou jij die eens niet willen ontmoeten? Ontmoeten? Dat moet voor mij niet. Allee, ik vind het fantastisch wat hem doet, hè. Daar niet van. Ik heb ineens een idee. Als wij nu samen de Gazet voor de Zot houden en wij bellen en we zeggen dat wij Tijl van Limburg zijn. Zot. Vraag je niet eens voor mij een kleur in televisie. Nog niet aan het slapen? Nee. Te moe of zo? Ja, ik ben eigenlijk al te moe om te gaan slapen. Zeg, je dat je een beetje gelukkig met dat kamerje hier, want het is niet echt gezellig, hè? Ik vind het hier eigenlijk wel oké. Alleen het is te zeggen, het is ook maar voor een paar dagen. Hè. En als het hier wat minder druk is, zult je wel een kamer kunnen krijgen, zeker? Zeg, ja, toch niet liever thuis of zo? Nee, ik vind hier echt niet slecht. Ja. Alleen toch beter dan elke dag zo op en neer. Ja, op en neer, ja. Sigaretje? Nee, dank u, ik rook niet. Ben jij vriendin? Nee. Nee, daar heb ik helaas geen tijd voor.
Kost ook veel geld, hè, dat schijnt. Hangt er vanaf. Hangt er vanaf welke vriendin, natuurlijk, hè. Zijn er met je kleren aan gaan douchen? Nee, ik ben er straks even mijn gedachten gaan verzetten. In de regen? Mm-hmm. Je leeft maar één keer, hè. Hoe zit jij dat eigenlijk wel? Ja. Toen ik er straks buiten liep op straat, dan besefte ik eindelijk dat je maar één keer leeft. Ik zie hier elke dag mensen binnenkomen die hier komen eten, die komen volsteken met goed eten, die komen ontspannen en daar gaat het toch allemaal niet om? Ik liep er straks buiten, hè, in de regen, hè, en ik besefte eindelijk, hè, voor de eerste keer in mijn leven, dat je maar één keer leeft. En je moet iets doen. Ja, en wat wil jij dan doen? Wel, ik wil mijn gevoel volgen. Ik wil mensen helpen waar ik mensen kan helpen. Ik wil mij gewoon ontspannen en goed eten. Ja, hallo. Ja, u spreekt met Thijl van Limburg. Ja, ik kan bewijzen dat ik het schilderij heb. Ik zou met u willen afspreken. Dan kan u foto's nemen en publiceren in de krant. Ja, morgen om 10:00 aan de kerk van Herk de Stad. Ja, morgenavond. Oké. Okay. Oké, ja. Dag. Heb je een wicht gebeld? Ja. En geloofde ze? Ja, ik denk het wel. Je bent echt zot, ja. Goed, ik ga slapen. Het is morgen vroeg wekkend dag. Slap wel. Slap wel. Goedemorgen.
dat u Tijl van Limburg bent? Ja, ik ben Tijl van Limburg. Ja. Kunt u dat bewijzen? Ja, ik heb gisteravond afgesproken met een journalist van de krant van Le Soir en die had twee foto's genomen van het schilderij. Luister, het wordt hier te heet onder mijn voeten. Het wordt tijd dat er op mijn ijs wordt ingegaan. Wat gaat u nu doen? Ja, als er niet snel op mijn ijs wordt ingegaan, dan verkoop ik het schilderij gewoon in het buitenland. Ik heb al contact gehad met een paar mogelijke kopers. Het mag gewoon allemaal niet meer te lang duren. En wat is hij? Geert, kom jong. Op de straten op. In Oost-Pakistan niet verbeterd. Duizenden slachtoffers. Dat je maar één keer leeft. En je moet iets doen. Ik zeg, eindelijk is iemand die er iets doet. Je spreekt met Tijl van Limburg. En geloofde ze. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben Tijl van Limburg.
Moet ik de taxi bellen? Science.